Ik denk dat ik er ook ben. Nee, maar ik vind hem wel Ik aardig. vind hem ook mooi. Weet je wat ik bijna de neiging krijg? Van, het is zo landschappelijk om hem te draaien. En dan blauw als bovenkant of blauw als onderkant? We moeten gewoon eens kijken. Nou, is net of je uit het vliegtuig kijkt bijvoorbeeld, hè? Vind ik. Ja, Maar nee, ja. je kunt nog eens een keer even gewoon alle kanten gehad hebben en dan een kant kiezen wat jij denkt van. Nou, zo vind ik het niet mooi. Ja, weet je, nou zit je vast in je denken, want de lucht is blauw. Ja, maar er is geen denken meer. Dat zit zo in ons verankerd dat de lucht daar is, boven. Daar moet je altijd. Ik maak daar zelfs gebruik van. Dat ik dat dat dat. Triggert ons, of we nou denken of niet, dat die lucht boven zit. En dat zie je gewoon, hè? Maar ik denk persoonlijk als blauw aan de boven, inderdaad aan de boven zit, Ja, dat het ja, mooi is. ja. Je kunt inderdaad gewoon maar aan een tweede laag, denk ik, Dankjewel. beginnen. Ja, dus nou, je had het over rood, hè? En nou gaan we daar gaan we nou echt opleggen. En hoe had je het erop willen hebben? Hoe ziet het eruit? Ik heb het idee, hè. Er zit een bepaalde snelheid zit erin. Hè. Dat is het gevoel, hè. Een soort wind of zo zou je kunnen Ja, zeggen. en eigenlijk zou ik daar wel in mee willen gaan. Want als ik het tegenaan, dan bekruis ik iets, heb ik het gevoel, en dan is het geen verandering. Maar nou ben je heel erg in je hoofd, hè? Ja, nee. Maar ik zou heel graag zien dat je nou eens iets totaal anders erop legt, net als die boom die voor die lucht staat. Kijk, een boom staat ook nooit precies met zijn ronde vorm voor die ronde wolk. Dat je ziet altijd die wolk ergens en die boom staat ergens. En juist dat die twee op elkaar liggen en totaal verschillend zijn, dat maakt het spannend. Ga jij dit volgen, dan ga je. Dan Dan ga beperk je. je jezelf. Ja, dan laat je dit ook niet in zijn waarde als eigen wereld. Dan. Nee, inderdaad, wat jij zegt, zo een beetje zo hier. Ja, en het mag voor mij ook dit zijn, hè? Of stippen. Als het maar anders is. Het kan oneindig zijn, hè? Ja. Hey, en als je nou, want we hebben het over rood. Ja? Nou, rood op blauw, hè, dat is misschien lastiger. Is het dan handiger om in de donkere kleur te beginnen of vanuit de lichte kleur? Dat maakt niks uit. Dat maakt niet uit. Nee. Dat je de verveging niet krijgt in het donker of zo, of De? eerder. Nou, Oh, dat we zo. alleen. Dat we Ja, maar kijk, dan denk je te veel na. En dat moet je niet doen. Het is meer van. Kijk wat er gebeurt. Het maakt mij. Als je het maar niet zeg maar precies verticaal of horizontaal doet, want dat is gewoon heel doods. Niet die vorm volgt, maar gewoon elke andere beweging die er gewoon op ligt, is goed. En dan ga je gaandeweg ontdekken van. Oh ja. En meer is er niet. Dat moment van opleggen. Maar als je van tevoren zegt van het gaat er toch altijd anders uit, je hebt ook geen controle. Het is gewoon doen. Het is gewoon doen. En nou is de kunst dat ik het niet te dicht erop kras, zeg maar, met echt opleg. Ja, precies. Nog iets meer. Maar dit is wel behoorlijk wat. Ja, is. Maar nou heb je hem voor een rechtshandig, hè? Zo toch? Kijk, en dan kun je zo doen. Oh, van binnenuit. En. Dit is de techniek, van binnenuit. Ja, je legt hem dus, die leg je zo neer, dan hou je hem zo schuin en ga je gaandeweg. Er moet altijd een filmpje verf tussen zitten. Ga je steeds platter, want die verf verdwijnt doordat hij helemaal plat is. Zo. En als het te dik is, is het niet erg, dan doen we het nog een keer gewoon. Rustig bewegen. Iets platter, 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 platter. Kom maar, ja, dit is hem, dit is hem, dit is hem. Ja. Ja. Allemaal prima, allemaal, kijk, nou. Ja, dat zijn de aanwijzingen. Zie je nou hoe vetter dit op ligt? En dit is gaaf, toch? Dit kwam uit jou, dat was het moment. Ja. Ergens was het ook van, ik ben zuinig en ik. Maar moet je eens kijken, dit is toch schitterend? Ja. Nou, en dan heb ik advies van, door dit word ik geïnspireerd en denk ik van, wauw, daar ga ik nog meer doen. Of ik ga een andere kleur pakken. Of soms denk ik van, nou, ik doe niks meer.
Maar nou zou ik geneigd zijn, hè, te zeggen van nou, ik vind het mooi, hè, ik vind het, dit gaat wat even, dat ik hier iets geel onder zet. Mm-hmm. Felgeel. Ja. Dat is een eerste impuls, zeg maar. Eerste... Ja, ja. Ja, dat kan zeker. Omdat het namelijk de tweede laag is, en daar is een bepaalde entiteit, is een bepaalde, net als jouw eerste laag is één geheel, hè. Zal die tweede, kijk, als jij nou zou zeggen, ik ga hier met een kwast geel onderschilderen, zou ik zeggen van ja, dat zijn verschillende werelden voor diezelfde laag. Kijk, als je nou precies die lijn volgt, dat zie je in de natuur ook nooit, hè. Dat nee, de ene nee. plant net tegen die andere aanstaat. Wat ik vaak doe is, als ik een andere kleur neem, dat ik in dezelfde tool doorwerk, om die familiariteit een beetje te behouden. Want zo zie je met die bomen daar, die zijn allemaal familie van elkaar. Dat is die tweede laag. En daar, hiervoor heb je het kozijn, dat is de derde laag. Ook één ding. En door zo'n venster te kijken naar de bomen, naar de lucht, dat is natuurlijk waanzinnig. Het is ook mooi voor fotografie, weet je wel. Dan die diepte, hè. Maar zou er tussen die bomen ineens een auto erin hangen? Iedereen kijkt naar die auto. Niemand is meer... Kijk naar dat hele plaatje. Dus jouw gele ding in een hoek en dan veel minder breed, dat is die auto die in de bomen hangt, zeg maar. Dus dat moet ik niet doen? Dat zou ik, dan wordt het te complex, nog even. Ja. Nou, dan gaan we eens proberen. Ik ga eens even denken hoe ik dat nou met het geel ga doen. Zoals ik al zei, je kan hem overal neerzetten als hij maar niet een andere richting al volgt die er al is. En voor de verre smaakt het eigenlijk niks uit. Zo zou die kunnen, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Nou, gaan we gewoon proberen. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Zo moeilijk is het toch ook, hè? Want deze taal is weer net even anders dan die. Ja. Ja. En jij gaat hier ook omheen. En dat is ook weer zo'n toevalligheid die je in de natuur niet ziet. Nou, en ik vind hem ook de vorm wel mooi, maar ik moet iets donkere kleuren erin. Ik vind hem te kinderlijk. Ja. Ik zie daar iets donkers. Oh nee, nog niks. Nee, ik heb nog niks gedaan. Ik ben aan het denken. Je moet niet denken, dat weet ik wel. Jawel, je denkt ook. Ben je nou weer denken? Nou. Het is vooral doen. En ja. Fouten bestaan eigenlijk niet, dat is het leuke. Want fouten kunnen jou tot iets moois brengen. Ga gewoon eens ontdekken. Kijk eens wat zwart en geel met elkaar mengt als je daar eens doorheen gaat. Dat alleen al is zo'n feest om te doen. Ja, alleen verwennen is, ik vind dit juist zo mooi. Ja, maar je kunt die dingen niet behouden. Nee, maar dat is in je hoofd, hè? Dat is ook een leuke vakantie, daar kun je niet meer komen daar. Die sfeer kun je nooit meer oproepen. Je kunt hooguit naar een foto kijken, dus je kan wel een foto ervan. Ja, ik zal maar even een foto. Even de controle kwijt, Jan. Ja. Ik zie het, dat is goed.